In het debat is vaak de persoon vele malen belangrijker dan zijn argumenten. We gaan terug naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van 2016. Hillary Clinton aan de ene kant tegenover Donald Trump aan de andere kant. We weten de uitslag, maar in de voorbereiding toen ik naar deze debatten keek en gewoon analyseerde op debattechniek, kon je niet anders dan concluderen dat Hillary Clinton werkelijk met kop en schouders boven Donald Trump stond. Ze deed alles keurig voorbereid, goede citaten, goede one-liners, heel zorgvuldig uitgewerkt en toch won ze niet de verkiezingen. Donald Trump kwam met alles weg. Als je terugkijkt naar die debatten, zei hij hele gekke dingen, waarvan dit fragment misschien nog wel een van de meest bizarre voorbeelden is. Kijk er maar eens naar. Last time at the first debate, we had millions of people fact-checking, so I expect we'll have millions more fact-checking, because, you know, it is, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Wij zien hier de ene presidentskandidaat die claimt dat hij de andere presidentskandidaat, als hij verkozen wordt tot president, in de gevangenis zal stoppen. Ongehoord, ongekend. Maar in de golf van dingen die Trump zei gedurende die campagne was het maar één voorbeeldje van iets wat voorbij kwam. En wat was er nou eigenlijk aan de hand als ik het zelf moet analyseren achteraf? Dan vonden misschien heel veel mensen Donald Trump een hele vreemde figuur die wel anders was dan de rest. Maar heel veel mensen hadden gewoon een hekel aan Hillary Clinton. Het maakte helemaal niet uit wat zij zei. Hoe zorgvuldig ze zich ook had voorbereid. Hoe goed haar voorbeelden waren. Hoe goed uitgewerkt alle aanvallen op Trump waren. Puur het feit dat het Hillary Clinton was, betekende dat mensen er niet wilden geloven. En aan de andere kant maakte het niet uit wat Trump zei. Hij kwam overal mee weg, puur omdat hij Trump was. Kortom, in het debat is vaak de persoon vele malen belangrijker dan zijn argumenten. Vond je dit nou een leuk en interessant fragment? En wil je eens even testen wat jouw kennis is over beroemde verkiezingsdebatten? En wil je ook nog veel meer beroemde verkiezingsdebatten zien? Doe dan onze Raad de Debater quiz. De link daarnaartoe vind je hieronder. Doe hem snel, zie wat jouw score is. Succes!